Allemaal. Allemaal. C'est pas vraiment une surprise, mais peut-être que ça va surprendre des gens qui n'ont pas vraiment suivi le football final, parce que pour l'instant, les noms qui circulent, c'est une Tessa Villard, une Tina Dekeni, une Janice, alors qu'il y a aussi des qualités dans notre ligne défensive. Donc je pense qu'Amber Tissiak va confirmer ce qu'elle a montré aussi ces derniers matchs. J'espère que Amber, je suis sûre qu'Amber le fera super bien et qu'elle va surprendre beaucoup de monde. Allemaal. Allemaal. Ja, nee? ja, echt. We hebben ook wat jonkies die er toen niet bij waren, die nu zo eigenlijk aan het opkomen zijn. Dus ik denk dat iedereen stappen heeft gezet, dus dat is wel moeilijk om te zeggen van die... Ja, nee. Ja. Nee. Op NK kan alles gebeuren natuurlijk, dus gewoon match per match kijken en gewoon van uit onze eigen sterkte vanuit gaan en zo de tegenstander proberen te verrassen. En wat zou je geloven, hè? Ik denk dat elk land op TK wel bewezen heeft dat ze daar staan en dat ze sowieso wel dat dat hoog niveau gaan zijn. Frankrijk weten we dat het heel moeilijk wordt, maar we zullen ons best doen, je weet nooit. Op een EK kan alles. En dan Italië kennen we goed, hij kent ze nog beter. Ja, ik denk dat we toch Italië niet moeten onderschatten. Het is wel een ploeg die veel speelsters hebben die bij Juventus al jaren samenspelen. Dus die hebben meer automatisme en zo. En ze hebben het ook goed gedaan in Champions League, Juventus. Dus ik denk dat we daar ook wel moeten mee opletten. En niet alles te licht oppakken. Alright, top. Dank u wel.